Nee, fuck, dat kan je gewoon echt niet maken, man. Fucking kutzooi dit. Fucking kutzooi. Oké, mensen, we gaan beginnen. Ik ga nu Stefan bellen, want die bedreiger / 12-jarige, denk ik nog steeds, die is, die gaat bellen om 11 uur. Het is bijna 11 uur trouwens. Laten we gewoon beginnen. Ik ga nu Stefan bellen, dus even kijken waar Stefan staat. Stefan ga ik nu bellen. Wat is er? Wat? Yo, man. Yo, nee, die bedreiger gaat weer bellen, man. Geen zin, man. Ja, maar nog steeds, man. We moeten het gewoon doen. Het is bijna 11 uur en we moeten gewoon weten wie het is. Mijn Instagram is gehackt en ik wil mijn fucking Instagram wil ik terug. Ik zou even de camera aanzetten trouwens. En ik word gebeld door iemand, maar dat gaan we niet opnemen natuurlijk. Maar wanneer gaat hij komen dan? Weet, maar ik heb echt geen zin in hem, man. Hij is zo kut, jongen. Hij heeft jou toch ook al gebeld? Doet me eens kijken, bedreiging. De volgende dag heeft hij ook dat ding bedreigd. Ja, what the fuck. Het is echt raar, man. Weet je wat het is? Jullie denken allemaal dat het fake is en dat het niet waar is. Maar was het maar zo, weet je. Was het maar dat het niet waar is. Het kan ook een kindje van 12 jaar zijn. Want dat doen kinderen toch van 12 jaar. Die willen dan aandacht hebben of zo van iemand. Maar ja, jullie denken al van dit is heel raar, maar helaas, het is gewoon zo. Het is... Ga jij hem toevoegen aan het gesprek of ik? Ik ga het gewoon doen, man. Ga je hem nu toevoegen? Ja, ik ga het gewoon doen, man. Ik heb echt geen zin in hem. Hij heet The Killer 22. Je mag hem op Skype toevoegen en dan mag je hem helemaal vol spammen. Dat hij gewoon niet moet doen wat hij nu aan het doen is. Laten we dat gewoon doen, toch? Ja, zeker weten. Hallo? Ik heb, zoals je ziet, jouw Insta. Ja, ik zag het, man. Ik vond het echt zwaar kloten. Dat snap ik. En ik weet niet, maar ik heb natuurlijk ook jouw nummer. En dat nummer heb ik nog niet verspreid, omdat ik eerst wat verder wil gaan en langzaam wil gaan beginnen. Want ik zie dat ik de briefje niet heb opgehaald. Daardoor heb ik jouw Instagram gehackt. Maar serieus, wacht. Oké, serieus. Je gaat mijn Instagram hacken? Denk je dat ik nog dat fucking briefje van jou ga halen dan? Serieus. Nou ja. Zodra je dat briefje niet gaat ophalen, ga ik veel meer hacken. En ten eerste is dat jouw nummer uitlekken. En natuurlijk dat hele squad. Die gaan natuurlijk ook één op één bepakken en... Nee, maar oké, luister. Ik ga een deal met je sluiten. Ik wil gewoon dat jij dat briefje ophaalt. Ik ga je nog een brief sturen. Als je dat briefje niet binnen 24 uur ophaalt, zullen er meer consequenties volgen. Zal ik je nummer gaan uitlekken. Je Instagram wordt continu gehackt en... Ik geef gewoon je Instagram terug op één voorwaarde, met jij dat brief binnen nu en 24 uur gaat pakken. Oké, ik ga gewoon met jou een deal sluiten en als je daar gewoon niet mee omgaat, dan ga ik ook nog niet eens tijd aan besteden. Want mijn kijkers zijn al fucking van, ja je bent fake. Dus luister, ik wil mijn Instagram nu terug, anders ga ik dat briefje niet halen. Klaar. Stefan, is dat een goede deal? Super goede deal, man. En Stefan? Ja? Ik heb gezien dat jouw kanaal is gehackt, toch? Ja, klopt. Jouw kanaal is hierbij. Ja. Weet het. Weet je wie dat heeft gedaan? Laat me raden, jij zeker. Inderdaad. Ik heb jouw kanaal gehackt. En ik heb het allemaal verwijderd. En dat stukje, en die geestvideo. Wat is daar dan mee? Ben jij dat ook weer? Die video? Ja, die video dat ik geest hoorde. Ja. De deur die dichtklapte, inderdaad. Oh, fuck. Ik zal nog wel oppassen, want dit wordt heel erg gevaarlijk voor jou. Jij gaat het briefje binnen nu en 24 uur ophalen. Ik schuif hem dit keer niet meer in een bosje, ik ga hem in de brief me schuiven. Dat briefje pak jij dus gewoon, is dat duidelijk? Oké, als je nou gewoon die fucking tieve stering Instagram teruggeeft, dan geef ik jou die, dan ga ik dat kutbrief van je halen. En ik weet niet wat je allemaal probeert te doen, what the fuck, kill. Nee, fuck, dat kan je gewoon echt niet maken, man. Fucking kutzooi dit. Ja, what the fuck. Nee, oké, als je mijn Instagram teruggeeft, dan ga ik die shit, dat briefje van je. Je zit heel mijn kanaal te pesten, allemaal haters. Hey, waarom doe ik überhaupt deze video maken? Ik begrijp er niks meer van, man. Je ziet me helemaal trillen, jongen. What the fuck? Ik ook, man. Oh. Ik heb een deal inderdaad.
Ja. Ik geef jouw Instagram-account terug. Ik zet een briefje gewoon. Doe je brief me stopt binnen nu en 24 uur. Hij ligt er nu nog niet. Morgen ga ik hem gewoon er doorheen schuiven en dan ga je een briefje halen. Er staan ook 2 letters op dat briefje. Ik krijg elke 2 dagen een brief met 2 letters. Nadat al die briefjes met die 2 letters zijn gestuurd, Skype ik je weer. Is dat duidelijk? Ja, oké. Okay. Maar krijg ik mijn Instagram nu terug of niet? Ik krijg je Instagram terug. Ah, beter. Wanneer is dat dan... Om hoe laat is mijn Instagram dan weer terug? Over 2 minuten kan ik het doen. Oké, okay, chill. Oké, dit is de deal. We gaan het gewoon doen. Stefan, ga jij er mee in mee? Ik ga er met jou mee. Ik laat je niet steken. Dat weet je zelf ook. Oké, chill. Ik ook. Stefan. Wat? Je hebt gezien dat ik jou heb gescarpt. Je hebt een brief ontvangen met 2 letters. Jouw geldt ook hetzelfde. Elke keer krijg je een brief met 2 letters. Je hebt gehoord. Die letters vormen ze alle samen een locatie. Daar ga je niet heen. Ons de beurten, 1 voor 1. Alleen. Is dat duidelijk? Ja, en als je dat al die kanalen hebt verwijderd, je nummer voor een spreid Instagram gegeven, al die social media. Oké, laten we het gewoon doen. Laten we het gewoon doen. Ik wil mijn Instagram ding terug, man. Ja, ik wil gewoon mijn account terug. Fucking hell, man. Ik wil gewoon mijn account terug en als jij dat gewoon doet en als jij kan laten zien dat jij dat account kan teruggeven, dan doe ik het, oké? Dan ga ik erin mee. Verder niet, dan Om exact 6 uur heb je account terug. Oké, is goed. Oké. Precies. Dit gaat echt te ver, man. Ik moet mijn brief nog halen, Taro. Ja, nee, maar weet je wat het is? Weet je wat het is? We gaan het gewoon samen doen. Fuck it. We gaan het samen doen. En mensen, wat we allemaal gaan doen, laten jullie gewoon, om mij te steunen, gewoon die likes omhoog te doen. Allemaal een like. En kijken hoeveel likes we gaan halen. En ja, Stefan, wat ben je boos dat het je kanaal is... Ja, je weet dat ik ben al 3 dagen mad en dat weet je gewoon. Ja, maar überhaupt dat hij dat gewoon doet. Je doet iets voor je kijkers en dan gaat hij dit doen. Gaat hij gewoon je kanaal hacken en shit. Ik begrijp het niet, man. Ik begrijp het echt niet. Maar ja, mensen, leuk dat jullie hebben gekeken. Ik vind het eigenlijk niet zo leuk dat dit gebeurd is. Jullie denken ook dat het allemaal fake is. Mag allemaal, serieus. Maar laten we het gewoon, ja. Laten we gewoon erin meegaan. En nou, morgen ga ik de brief halen. Ik hoop dat jullie dan weer er zijn. Laten we gewoon lekker veel likes halen. Abonneer allemaal even op Stefans kanaal. En ja, dan zie ik jullie weer later. Even zwaaien. Doei. Doei. Doei.